Hey Peter. Hey Tom. Heb je zin in een potje PUBG? Nou ja, weet je, ik wacht al jaren op de ultieme versie van PUBG. Ja, hij is hier. Het is zo schattig dat die lieve PC-gamers hebben gebetatest voor ons. Ja. Want nu kunnen wij de ultieme versie spelen op de Xbox One. Ja, de client version 0.5.24 van het Xbox Game Preview programma is zowaar de ultieme versie. Dat dachten we toen wij op E3 waren en op Gamescom. Ja, op Gamescom heb ik de game mogen spelen. En toen zei ik, dit draait fantastisch op een Xbox One. Dit draait heerlijk op een Xbox One X. De prototype versie. En toen kwam de Bluehole PUBG Corporation en Microsoft aan met... Nee, eigenlijk moet alles werken op 30 frames per seconde. En hier is een compleet onaffe versie, prototype variant van PlayerUnknown's Battlegrounds. Kun je mij dan uitleggen hoe we misleid zijn? Is het dan zo dat wij gewoon, toen jij op die Xbox One X speelde, was dat gewoon een PC met een Xbox One X lege hulst ervoor? Hoe werkt dat dan? Nou, het was schijnbaar een prototype versie van de Xbox One, die schijnbaar meer leek op een PC waarvan de specs één op één overeenkwamen. En die versie die draaide daadwerkelijk op een hogere framerate en een grotere resolutie dan ze nu toestaan. Maar dat is toch raar? Dat is natuurlijk enorm raar. En wat het nu het resulteert in, vooral veel ophef. Voor de mensen die niet weten, de Xbox One-editie van PUBG heeft nogal wat, een beetje een shitstorm achter zich aangekregen. Want kijk alleen al naar deze fantastische Nintendo 64 textures en de framerate van 5 die ons omringt. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik de game qua textures, ja, kijk, het is natuurlijk niet een mooie game ook. En ik moet zeggen, dat vergeef ik de game wel. Het is me meer dat het niet soepel draait, dat je totaal niet ver kan kijken en heel veel pop-ups. Dat is waar ik me toe... Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Wat betreft die textures en dergelijke. En dat het niet zo mooi is, dat hoeft ook niet. Het draait vooral omdat het stabiel draait. Het is een Battle Royale game, er zitten ook veel confrontaties in. Die confrontaties die moeten vloeiend gaan, anders dan is het heel frustrerend. En dit is nu inderdaad, ja, jij schreeuwt, dit is ook het punt waar het ergst is. Het laadscherm, de lobby en het invliegen met je vliegtuig, dat zijn echt de momenten dat de framerate terug kan kakken naar letterlijk 5. Ik weet niet, ik vind het te negatief. Voor mij zit gewoon een hele mooie herinnering aan versie 0.001. Ja, toen alles nog gewoon in Unity draaide. Nee, ja, het is... Dit is niet fraai en uiteindelijk wordt het wel een stukje beter. Ik moet ook zeggen dat dit op een Day One Xbox One is. Ik hoor dat het op een Xbox One X beter is. Er zijn ook al verschillende trucjes om de framerate iets stabieler te krijgen. Maar het komt er gewoon eigenlijk op neer dat dit not done is. Ik snap het, is een game preview game. Dat wil zeggen dat het Early Access programma van Xbox zelf. Dat kan allemaal nog beter worden. Maar dit is niet hoe we onze games het liefst zien natuurlijk. Nou ja, het is wat ik... Nou kijk, dat het een Early Access titel is, dat weten we. En dan verwacht je er ook niet heel veel van, et cetera, et cetera. Maar dit ligt gewoon ook in de winkel. Niet fysiek. Het ligt nog niet fysiek in de winkel. Er zijn bepaalde game previews en Early Access games die ook fysiek in de winkel liggen. Waarbij dan bijvoorbeeld Fortnite staat niet op dat het een Early Access game is. Die koop je in de winkel en dat is dus een Early Access game. Ja. Dat is minder netjes. Dit ligt niet zo in de winkel. Er staat heel duidelijk bij dat het game preview is vanuit de Xbox en Microsoft Store. Maar ja, goed. Ja, maar goed, wat verwacht je dan, Tom? De game is dan ook gewoon nog niet af? De game is ook nog niet af, maar je zou op zijn minst wel verwachten dat een stabiele framerate van 30 te halen is. Of maak er desnoods 25 van. Het punt is natuurlijk dat gewoon niet eens aan de gang is. Vooral als het wat drukker wordt af en toe, dan zie je in één keer... Nou, stel je speelt met een squad, dan heb je dus al continu 4 man om je heen. Dan krijg je gewoon heel veel rubberbanding. De frame drops zijn gigantisch. Het is niet fraai. Ja, jij bent nu aan het gniffelen, maar dit is letterlijk hoe ik het speelde. En sorry dat ik dan zeg van... Dit is niet hoe ik mijn games het liefst zie. Nee. Tuurlijk, het is game preview. Het kan nog verbeteren. Maar dan hoop je toch ook, god vergeten, dat het goed snel verbeterd wordt. En dat we de patches gaan krijgen die we verdienen. Want dit kost wel €30, mensen. En ja. Je betaalt natuurlijk ook voor het uiteindelijke product. Maar dat, ja, dit hoop is, wel dat ja. het afkomt. Ja, dan hoop je wel dat het snel in ieder geval wat stabieler gaat lopen. Ja, maar het is wel de game. En dat is voor sommige mensen al genoeg. Ja, ik wil wel zeggen, ik vind voor iemand die met een controller speelt, beweeg jij wel snel. En ik moet daar wel bij zeggen, het leuke is ook dat de controller scheme, het hele de gamepad guide zoals ze het noemen, dat kun je niet opzoeken buiten de game. Er is ook nul tutorial, dus zodra je in je eerste game zit, moet je gaan ontdekken waar alle knoppen zitten. En spoiler alert, dat is niet zoals je het verwacht van de meeste shooters. Want wat ze namelijk geprobeerd hebben is de complete PUBG-ervaring op Xbox poorten. Dus het leunen naar links en naar rechts, het veranderen van je zeroing distance, al die dingen die werken ook op de controller. Nou, dat zou je zeggen, is een positief punt. Wat leuk. Dat is een positief punt, maar dat is natuurlijk wel dat is niet voor een controller gemaakt. Deze game is natuurlijk from the ground up op PC gebouwd. En om nu alles in een console te proppen,
ergens is dat inderdaad knap, maar anderzijds heb je ook wel zoiets van, ja, dat levert nou niet echt een intuïtieve control scheme op. Ja, hebben ze nou ook dat ze de Xbox-versie, dat ze daar wel gewoon goede wapens hebben ook? Want je bent nou wel echt aan het klootviolen. Hoezo? Je vindt alleen maar shit. Nou ja, hier begint het al. En dan begint het een beetje te komen als ik wat betere wapens vind. Was je hier in je uppie aan het spelen? Ik was hier in mijn uppie aan het spelen. Dit waren mijn eerste paar potjes. Volgens mij, sterker nog, dit is mijn tweede potje op de Xbox One. Dat was een goed potje, dat kan ik alvast verklappen. Je ziet het ook aan de lengte van de video. Kiezen. Ja, precies. Dan zou je deze niet kiezen. Nee, ja. Maar het is wat ik wel moet zeggen, het loopt goed parallel aan de PC-versie. Niet als in zo parallel dat we nu bijvoorbeeld ook al die tweede map zien op de Xbox One-versie. Maar het Vaulten zit er bijvoorbeeld wel al in. En dat vind ik dan wel weer netjes gedaan. Oh, dat is wel tof. Zet hem even op Automatic alsjeblieft. Nog niet. Nee, want ik heb nu een andere strategie. Nee, okay, misschien word ik wel van de verte aangevallen. Dan wil je toch niet vol automatisch met een AK gaan sprayen? Dan wil je sprayen, want dan rennen ze weg, bang. Ja, dat is hoe jij PUBG speelt. Je vuurt schoot in de lucht van, kijk eens, hoor eens jongens. Ik heb al een lijp wapen, ren weg. Ja, la la la. Maar hoe zit het met het rijden in de game? Is het lekker? Het besturen met een controller is fijn voor vehicles. Maar nogmaals, de physics van de vehicles zijn nog steeds natuurlijk zoals ook op de PC-versie. Dus dat is niet fraai. En de framerate is al helemaal gone natuurlijk op het moment dat je in een auto stapt. Want ja, dan komen er heel veel bomen en heel veel vegetatie op je af. En dat is vaak iets minder fraai. Ja, want die poppen heel laat op, hè? Ja, en dat zie je ook. Dat zie je wel. En hetzelfde geldt ook voor de lichteffecten die gewoon af en toe wegvallen. Of in één keer een bosje wat wel of niet inspant. Het is heel apart allemaal. Okay. Ik heb het nou trouwens wel weer in de cirkel gered. Dus ik had zoiets van, ik ben in de cirkel. Eerste beste huisje, let's go. En volgens mij, ik zag al iemand bewegen in dat huisje. Dat zie ik nu in deze opname wel, maar dat zag ik zelf nog niet. Ik dacht, oh, dat is een aparte spawn voor deze vehicle hier. Dat is heel apart dat ik dat gewoon niet door had. Dus is hier iemand nu? Nou, ja, spoiler misschien. Spoiler alert. Ja, het is, bij PUBG hoort een beetje confrontatie. Hè? Je ziet ook al dat ik hem nu wel op full auto zet. Shit is about to get real. En de deur ook in pussy-modus dicht. Ja, ja, maar goed, dan ga je toch een beetje om je heen luisteren en dergelijke. Ja, want hoe is het met de audio? Jij hebt Dolby Atmos natuurlijk. Ja, maar ik moet wel weer zeggen dat omdat ik dit opneem met de capture card, luister ik ook via de capture card weer mijn audio terug. Wat wil zeggen dat ik dat hele Dolby Atmos en Spatial Awareness gebeuren een beetje wegvalt. Maar ja, de audio is verder wel gewoon prima als je met een headsetje speelt, naar mijn idee. Als je niet een capture card ertussen steekt, dat helpt. Nou, ik denk, volgens mij zit hij in het huis, dus ik naai hem eruit. Ja. Slim natuurlijk. Dat dacht je eerst. Ja. Oh, en, jezus, Tom. Wat? Controller zeker? Ja, dat is zeker een controller. En dan moet ik ook zeggen dat de framerate nu vloeiender lijkt dan ik hem ervaar. Oh, dat is wel vaker. Nee, maar, dit is zo makkelijk. Dit is vaker met capture cards. Ja, tuurlijk. Ik heb dit, toen ik dit aan het streamen was, zeiden mensen ook van, oh, het ziet er bij jou best wel vloeiend uit. Ik zei van, ja, maar dat komt ook omdat er een capture card tussen zit. Deze en wat capture card maakt alles veel beter. Ja, die voegde gemissende frames toe. Dus ik zat de hele tijd met 60 frames per seconde. Ja, dus een capture card met echt een processor, dat wil je niet weten. Die maakt games prima. Ja, ze hadden trouwens ook, toen jij op Gamescom deze game speelde, dat ze 5 capture cards aangesloten. Ja, ja, ik speelde op 144 frames per seconde. Ja, het zit super handig. Dat is trouwens wel een dingetje wat, als je dit speelt op de Xbox One en je wil je framerate stabieler krijgen, moet je dus game capture modus uitzetten. Dat schijnt te helpen. Als je game capture uitzet, dan heb je iets minder resources die je kwijt bent op je Xbox, waardoor schijnbaar de prestaties van het spel iets beter gaan. Wow, nog één nice. Goed gedaan. Ja, en nu was ik er wel iets meer klaar voor met mijn AK met je. Blijkbaar. Ja, want hij had jou ook niet verwacht. Was dit een team? Nee, want het is solo-dolo, deze server. Ja. Wat overigens ook opvallend is, de game ondersteunt dus ook first person en third person, maar er is nog geen mogelijkheid tot echt de first person only server. Nee, wat volgens de experts natuurlijk wel de manier is om de game te spelen. Ja, natuurlijk. Want dan komt pas echt iets terecht. Ja. Oh, wacht. Ja. Oh ja. Oh, dat is een knipje. Ja, daar zat een knipje in, inderdaad. Okay, ik had zoiets van, dit huis hebben we wel weer gezien. Er is een nieuwe cirkel. Let's go. Hey, ik ben ook wel benieuwd naar jouw lieve Gamersnet-bezoekertjes. Want ik zag dat je gestreamd hebt met Gamersnet-bezoekers. Ja, was leuk. Hadden die de game op PC al gespeeld of niet? Nee, de meesten hebben de game wel gezien en ervan gehoord, van horen zeggen. Ja, op maar onze niet streams gespeeld. En zo. Ik ben wel echt heel erg benieuwd naar hun mening. Want ik bedoel, ons PC-gaming publiek is natuurlijk al maanden in de band van PlayerUnknown's Battlegrounds. Dat klopt helemaal. En hoe reageert een Xbox-gamer hier dan op? Van, ja, ik had een tweet ontvangen van iemand en ik zei al van, nou, ik ga het zo streamen en de framerate is echt tergend. En hij zei van, ja, maar dat maakt toch niet uit, want dit is toch gewoon super vet.
En toen had ik zoiets van, ja, het concept van het spel is inderdaad super vet. Maar als je bekend bent met de PC-versie, dan vind je dit niet fraai. En ik ben ook inderdaad heel benieuwd hoe het zit met mensen die... als een hele lompe... Dat hij ook niet schoot of zo. Wat vet. En wat open world physics kunnen natuurlijk niet ontbreken. Maar ik ga het natuurlijk ook meteen opnemen, terwijl ik helemaal vergat dat ik een opname al aan het runnen was. Maar ik neem het nog even op met de Xbox zelf. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit is voor mensen die inderdaad de game nooit op PC gespeeld of gezien hebben. Van mensen horen dat PUBG het grote nieuwe ding is en ze starten deze versie op. Dan ben ik heel benieuwd of zij dan zeggen van, what the fuck is dit? Nou ja, heel benieuwd. Dat heb je ervaren. Ja, nou ja, sommige mensen zeggen inderdaad van, het concept van het spel zorgt ervoor dat ik er prima mee kan leven met deze framerate en deze prestaties. Andere mensen hebben zoiets van, ja, nou ja, het is fijn dat het nu op Xbox is, maar we hopen wel heel stevig sterk dat het snel beter gaat worden. Ja, wat, ja joh, waar is die PUBG Corporation toch mee bezig? Ja, dat het heet trouwens, toch ook trouwens geen Bluehole meer. Nee, het heet nu de PUBG Corporation, a Bluehole Company. Ja. En, ik heb een knipje gemaakt. We zitten al een heel stuk verder in de game. Je ziet dat er nog 14 mensen overleven en dat ik daadwerkelijk buiten de cirkel kan vallen. De cirkel, de eindcirkel komt er neer op de shooting range. Dus dat is natuurlijk wel een symbolisch gebaar. Ja, natuurlijk. Van het spel dan. Er zijn al 13 mensen leven. Je hebt er 3 gekillt inmiddels. Ja, dat vond ik persoonlijk wel lekker. Want je ziet heel vaak mensen zo van op Twitter hun winner-winner chicken dinner delen. En dan zie je dat ze 0 of 1 kills hadden. Dus van, nou knap. Dat heb ik ook wel eens gehad. Ja, soms is het gewoon schuilen in een badkuip de beste manier om het spel te overleven. Daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Absoluut ook niet doen, Peter. Nee, absoluut niet. Veel Red Bull drinken. Dan gaat het, Red Bull is heilig in dit spel. Oké, dus het geluid is prima. De vergezichten zijn slecht. De framerate is belabberd. En de game is gewoon niet zo heel mooi. Maar Xbox gamers zeggen, oké, weet je wel. Het is ook voor hun gewoon early access. Het is inderdaad wel, je kunt natuurlijk zeggen van, dit is vreselijk dat ze dit zo op Xbox releasen. Tegelijkertijd, zo is de game ook op PC gereleased. Ja, dat was ook niet de meeste. En nog steeds is de PC-versie qua optimalisatie gewoon niet fraai. Nee, het is echt belachelijk. Qua bugs ook. Ik snap niet wat zij aan het doen hebben. Inmiddels werken er 4 miljoen mensen voor dat bedrijf. Zoveel geld als ze hebben, zou je toch zeggen? Ja. Nou ja, ze zijn in ieder geval gestaag gegroeid inderdaad. Ze hebben een grote deal met Microsoft gemaakt. En ik zou als Microsoft zijn de boos zijn op PlayerUnknown. Ja. Als je dit terugkrijgt voor je waarschijnlijk miljoenen/miljarden deal. Ja, miljoenen denk ik. Ja, nou ja, het zal miljoenen zijn. Maar goed, ze hebben de Xbox heeft even de exclusiviteit hiervoor. Dan koop je dat af. En dan, als je dan dit terugkijkt, dit is niet iets van je zegt van... Nou, with the power of Xbox One X. Nee. The most powerful console ever. Die maar schijnbaar achter wordt gehouden. Dat daar echt wel nu achter de scherm behoorlijk geruzied wordt? Oh, je hebt echt geluk hoor. Dat je gewoon even hier gewoon even zonder beschoten te worden beland met 9 spelers. Dat vond ik ook opvallend. Dat ik hier naar binnen ren. Ik denk, nou, de shooting range zal wel vol zitten met mensen die op een range gaan shooten. Maar dat viel toch reuze mee. Je hebt lekkere cover. Echt goed, man. Ja. Maar denk je dat dit gevolgen gaat krijgen voor de samenwerking tussen Xbox en tussen Microsoft en de Blue? Ik denk dat Microsoft dezelfde houding heeft als heel veel Xbox gamers op het moment. Dat ze zoiets hebben van, we hebben betaald voor een preventief product. Dit kan nog beter worden, dit wordt waarschijnlijk wel beter, dus so be it. Daarom denk ik ook dat heel veel mensen hun game aankoop hiervan niet gaan refunden. Omdat je zoiets hebt van, maar het kan nog beter worden. Ja, en dat is wel een valstrik ook natuurlijk. Nou, dat is een valstrik, maar tegelijkertijd, ja, op PC heeft het ook meters gemaakt. Laten we dan hopen dat de PUBG Company of Corporation dit daadwerkelijk ook een beetje op weet te poetsen. Ja. Ik hoop het wel. Waar ik het liefst op hoop, of het meest op hoop, is een Xbox One X only servers. Waarbij de framerate gewoon wel hoger ligt. Ja, dat zou fijn zijn. Dan maak je wel weer heel veel onderscheid tussen de ene persoon. Ja, maar goed, dan kun je kunt nog steeds met je vrienden samenspelen op een lagere framerate dan. Maar ik vind het jammer dat de Xbox One Fatty en de Xbox One S nu eigenlijk de Xbox One X power achterhouden door dit te doen. Ja, goed. Maar hij draait wel beter op Xbox One X, toch? Hij draait een tikkeltje beter op Xbox One X, maar ook zij hebben regelmatig crashes en frame drops bij het springen uit de airship en dergelijke. Ja. Dus wat dat betreft, het is niet fraai. Het kan nog groeien. Ik zou een beetje salty zijn als ik Microsoft was. Ah, ja, ik vind ons werk wordt er niet makkelijker op. Want wij kunnen eigenlijk niet over deze game oordelen zonder dat we het horen. Ja, hier is het nog niet uit. Ja, dat is inderdaad wel waar. Maar goed, hij is wel te koop. Ja, zo zie ik het, weet maar je wel. Goed, je koopt, het is gewoon een Kickstarter. Het is een soort van, maar je koopt al iets en je krijgt er een product voor terug. Dus ik zou zeggen, een review is nog niet op zijn plek, want het spel is nog niet af. Maar een preview zeker, want dit is toch €30 die je neertikt en dan krijg je een product voor terug. Nou ja, is dat je koop waard, ja of nee? Ik denk dat wij daarin nog steeds wel een soort van guidance kunnen bieden. Ja, maar ja goed, het is wel de beste game van het jaar, hè? Het is de game die, denk ik, 2017 getekend heeft. Ja. Dit is, heel veel discussies met de Gamers at Game Awards die heel snel starten. Of deze op de shortlist moet. Ik ben er nog steeds De game is uit op PC, nu. Ja. Dat is een ding. Hij is nu uit Early Access.
Ook ja. al wil dat niks zeggen. Nee, zit de game eigenlijk nog steeds in, ja, precies. Hij zit nog steeds niet echt dat je denkt van dit is klaar nu. Dat is niet zo van nou, dat was het jongens. Hij is uit Early Access. Doei. Ja, die tweede map draait nog niet lekker. En ik wil meer content ook. Ik hoop ook, ik vind het ook raar dat er geen Xbox content in zit. Ik bedoel, een Warthog. Warthog zou wel vet zijn. Een Master Chief skin. Dat zou ik een Master Chief helm die je kan vinden. Ja, is misschien wel leuk. Die je kan vinden, die gewoon kan kopen. Ja. Oh, ja, die wordt beschoten. Ga je nog een kill maken, of niet? Nou ja, het probleem. Ga je chicken dinner ook? Het probleem wat ik altijd heb, is dat ik nooit weet waar de schoten vandaan komen in PUBG. Maar je hebt Dolby Atmos. Ik heb over een capture card die dat vervolgens weer wegfiltert. Nee, dat is dan weer lastig. Nee, ja, dus, dit was hem gewoon voor je. Dit was hem zeker voor mij. Ah. Spoiler alert. En er komt de killcam aan, daar ben ik wel blij mee. Ja, de killcam is heel erg fraai, want dat is dus wat mijn grootste probleem met de game is altijd dat ik nooit weet waar vandaan ik word neergepoft. Nee. Ik zou het fijn vinden, in ieder geval minder frustrerend vinden als je dan neer wordt gepoft en dan ziet van, oh hij zat daar, met dat wapen. Dus ja. So be it. Dit is PUBG op de Xbox One. Game preview. Het spel is nog niet uit. 0.5.24. Het is nog niet de fraaiste versie. Daar kunnen we denk ik wel mee afsluiten. Nou ja, hij is net over de helft. 0.5.24. Ja, hij is net als je het zo beziet. Inderdaad, ik weet niet hoe ze dat doen bij Blue Hole. Maar ik denk dat het inderdaad net over de helft is. Nou, helemaal prima. De ultieme versie. Nou ja, de ultimate life and death fight zou ik eerder zeggen. Maar goed. Thanks Peter. De enige echte goede versie. Ik weet niet of voor jullie PC-gamers dat wij nu de echte versie spelen. Ja, met stabiliteit en minder bugs. Ja, en wie heeft die graphics in the distance nodig? Wie doet? Dan kun je het alleen maar minder goed zien. Controller is ook de beste manier om te schieten. Ja, ik speel ook altijd alles op low, want dan zie ik mijn tegenstanders eerder. Dat is waar. Dat is cool.